komt de tweede challenge. En voor deze challenge gaan we een trucje leren. En dat is niet zomaar een trucje. We gaan namelijk leren om op het hoofd te staan. En nu ben ik buiten op de straat, dus dat doet een beetje zeer aan het hoofd. Maar dit kan je ook binnen doen. Of je pakt gewoon een kussentje van de bank of van de stoel. Die leg je op de grond neer. En vervolgens ga je op je knieën zitten. Zet je je handen voor het kussen neer en je hoofd erop. En belangrijk dat je je handen niet ernaast zet, maar ervoor. Zo kan je goed leunen op je handen. Dan zet je je hoofd op het kussen. Handen dus ervoor. En dan gooi je je benen in de lucht. En nu leun je op je handen. Vervolgens kan je weer langzaam naar beneden. Heel belangrijk is dat je op je handen leunt. Gaat dit nou heel erg goed, kan je het ook een beetje moeilijker maken. Dus kan je misschien wel trucjes met je benen doen. Want misschien zijn er wel die dit al heel goed kunnen. Let op. Ga je weer omhoog. En dan doe je je benen wijd. Of misschien wel een rondje. Of heen en weer. Yes. En weer langzaam naar beneden. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal gaat lukken. Succes!